kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remus. Vergeet hier geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En jawel mensen, vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe video online komt. Ik ben nu ook volle bak terug aan het downloaden. Dus terug opnieuw de muziek. Met een hele andere programma ben ik aan het proberen. Dat is nu heel goed aan het lukken, dus daar ga ik ook nog bezig laten zijn. De website is ook een hele grote deel geüpdate. Ik ga jullie eens even meenemen. Dus als jullie dus surfen naar www.psychotv.be en je gaat dan naar de tabblad kalenders, dan op landparties, dan kun je ook op games klikken. Daar heb ik een redelijke grote lijst van landparty games online gegooid, waar je dus op landparty kunnen spelen. Ze staan er nog niet allemaal op. Ik heb er al een redelijke deel al opgezet, zoals Titanfall 2, Satisfactory, Dirt Rally 2.0. Ik dacht dat ik iets hoorde. Dan een Command & Conquer Remastered, Slapshot, Hypercharge, Unboxed, Circle Imperative Revolves, Halo, The Master Chiefs Collection, Killer Queen Black, Dance Licensee of Sweets, Two Tale, Dead by Daylight. Noem maar op. Daar zijn al momenteel al 2 pagina's online. De derde pagina ga ik binnenkort verder in elkaar steken. Dus ik ben wel al heel blij dat er al een hele deel al ook op staat. Ja, Rocket League staat er ook tussen. Jullie moeten het gewoon goed zoeken. Want die staat op pagina 2. Zo gelijk ook de bekendste games. Zo gelijk Counter-Strike, Source, Counter-Strike Global Offensive. Die gaan er ook allemaal tussen staan. Trackmania gaat er ook tussen staan. De nieuwste Lamparty games, die ga ik dan ook uitzoeken. En die gaan daar ook tussen staan. Dus heel veel opzoekingswerk ga ik nu nog nodig hebben. Maar ik ben al van 10 uur bezig. Dus ik ga echt nu even een grote pauze inlassen. Want ik kan echt niet meer. Dus ik zie jullie allemaal straks Hallo. Terug. Hallo, hier ik nog een keer. Jullie zien hier iets hangen. Jawel, mijn afspraken. Ik zeg die. Vrijdag staat er veel op. Vrijdag 1 uur komt Obbe thuis langs. Om 4 uur moet ik naar de kinesist. En om 7 uur al terug naar de dokter toe. Oh my god. Het staat redelijk goed vol. Morgen al ziekenhuis. Om 10 voor 7 moet ik daar zijn. En ik zeg dat het weer... Ja, dus ik ga sowieso mijn gsm... ga ik sowieso op bedrijfsinstellingen terugzetten. En dan ga ik terug... hoogstwaarschijnlijk gaat dan morgen dan de vlogs weer al veel beter zijn. Ook met het geluid en mijn mond tegelijkertijd dat het dan terug goed overeenkomt. Want ik zie dat hier redelijk wat delay op aan het komen is op mijn gsm. En dat is niet de bedoeling. Bij deze... Nou weten jullie dat ook. Wat heb ik nog vandaag gedaan? Niet veel. Ik heb ook nog voor Jurgen even gewerkt. Daar heb ik een gratis milkshake gekregen. Dankjewel. Ga allemaal zeker eens langs naar de Verano IJs Salon. Daar verkopen ze zowel al kerstdecoratie als, als gewoon ijs in de zomer. Ik ga jullie ook het fragment linken. Dus ik ga het hieronder in de beschrijving zetten waar jullie het filmpje kunnen zien. En like zeker Verano's Ice Bar op Facebook. Zeker een blauw duimpje daar omhoog doen. Dus like die pagina, want Jurgen is echt heel goed bezig. En dat vind ik... En dat mag ook gezegd worden. Vind ik ook. Bij deze, ik ga nu terug verder rusten. Ik zie jullie allemaal morgen terug. En
Ik ga nu eerst alle bestanden van mijn gsm afhalen al. En dan ga ik mijn gsm volledig formateren. Dat is nog eens heel lang geleden. Dan moet ik nog even naar mijn kamer gaan voor een kabel gaan te halen. Voilà, bij deze heb ik de kabel. Ik heb bijna mijn tablet mee op de grond gegooid. En dan ga ik nu de bestanden erover zetten en dan kan ik straks mijn gsm formateren. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Sorry dat het zo'n korte vlog is. Maar jullie weten het, dat het nog altijd niet 100% goed gaat bij mij. Ik probeer redelijk goed veel te rusten. Maar de vlogs zijn er al. Daar ben ik wel al blij om. Dat dat al een klein beetje heropgestart is. En ja, ik heb hier vliegen in mijn thuis. Maar niet erg. I got a killer. Toppie. Want daar zitten toch ook al motjes in, muggen in. Zie ik vliegjes, noem maar op. Zit er allemaal in. Al bij deze, dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. Binnenkort gaan de vlogs weer al redelijk langer zijn. En ga ik daar weer al, ja, kijken wat ik nog allemaal kan doen. Tot de volgende. Yo. Ah ja, vergeet nog niet te abonneren hier onderaan. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. En vergeet deze video ook niet te liken. Dag.